gewoon toch? Wat? Ja, nu gewoon. Ik kan het gewoon maar maken. Ben jij getrouwd? Geweest. Geweest. Gescheiden nu? Doen we niet meer. Ja? En met mij? Jouw lady. Een goede match, toch? Boy toy. Hey. Gezellig. Ja. Fijne show, jongens. Fijne show. Enjoy. Mijn naam is Emezig. Ik ben een rifijn. Noem mij geen Marokkaan. En al zeker niet een Berber, want dat is vernederend. Mijn voorouders waren animisten, geen barbaren. Ze geloofden in de wolken en de bergen en de zon en dat die bezield waren. Wij komen uit het Riftgebied. Wij noemen onszelf de vrije mensen, de Imezigen. In de 7e eeuw zijn wij geïslamiseerd door de Arabieren en sindsdien worden wij behandeld als een tweederangs folkloristisch volk. We krijgen minder werk, minder dokters en onze taal wordt nauwelijks onderwezen. Het Imezig is een van de oudste talen ter wereld. De Romeinen hebben het ons nog horen spreken. Rocha, hier is een roerof in Rivien. Maar ze hier is een gare die woed daar. Minnie vaak een loga, de leja. Draaskouwa, nigla. Die erfoot Samuel was door Ishrin. Als ze gwasa mio, ze gwasa ze gwamil. Jagan geljum hurien nog. Ik daar hem snin. Gent ik waarom weg Spanje. Maar zo roga ganig el jinsia tam grabst. De arif is moon jaknen ga wemsha ni situ sid. Jaknen ga at kwitsch. U jim waagrab en jaknen ga rizdood. Jagan gis moon en nog. Maar ze is moon en nieuw waarurin. Waarurin ura de schwagden din. En je dat treedt mes, je was ooit nikwit.
Dichem sinet, el maghreb is tukkel. Is tukkel. Usha genes een marra juden genes een el helal medania. Men je gint warben. Arben. Sakaren. De hashen gees monen. Emsch nou jiddi methelen om hier achter de sigil. Ik ga gas jiddes die salau raji. Was gin wo isem echt dusch, maar ze gin is isem adashur. Wanneer wait srin. Maga. Om hier gas dragen. Wachasin jari. In de jaren 50 was er in Israël ook zoiets aan de hand. Elke dag kwamen nieuwe immigranten aan. En die moesten zich dan eerst melden bij Internal Affairs. En daar zat daar een beambte met een West-Europese achtergrond om te besluiten... klinken hun namen wel Israëli's genoeg? Dus, Sonja uit Polen misschien wel. Samir uit Marokko misschien niet. En het gebeurde ook wel eens dat immigranten hun naam vertaalden naar het Hebreeuws. Dus, Svetlana werd dan Ora, Leef werd dan Arie. Nou, tot voor kort waren wij ook nog allemaal Fatima en Ali. Maar dat begint langzamerhand te veranderen. Ik heb mijn dochter Dia genoemd, naar de Emezigse verzetstrijder uit de 7e eeuw. Bewust, voor de roots, zeg maar. Shan Marath. Ik zie trouwens ook bij mijn vrienden op Facebook... dat zij ook hun kinderen allemaal zulke namen geven. Zoals Teneris, Eneruz, Enir. Shan Marath, Jadin Iwden, Jadin Lamud Dafin, Arven. Tzakaren Iwden, als een snoeschen ismo nemezig, die Tharwansen. Iwden, niet als een drachen gaan Mohammed, niet gaan adushen Arashwo. De Hollanders merken dat snoeschen Tharwanino ismo nemezig. Maar als je haar consul in Maghreb, dat is een moeschkel. Maar als je een liste hebt, is ismo een smoch. Maar als je ismo een kwir in Islam. Wat kan woonisch en meemme? Karen, wil je ismo een nieuw, dit is een hawaïa tamgrabst. Maar als je ismo een moeselselet in Mexico, en misschien nou Veronica, maar ga. Ik ben in Maghreb, ja, je weet niet wat ik ben. Ik ben een Ik ben een Hawaïa. Din shandr bhadn al walidin azna sunushin ismaun fmazicht azna sunushin ismaun amshno abd rahfan ma jet gnas ismaun fmazicht na mada maga stagnant wa alistaya ifhosen tharibis nish al ghari di passport dai said maga sukatas 8 mashat bidrat masha marim dukrino karnaye said fmazicht. Maar het draagt haar kahwa, niet hij wuzzer. Maar het zag zacht als het internet, het mezicht, het mezicht. Reem, doe ik er nog karas en roeg, wajo, jo, ze dikke niet smoon. Farina, Anir, Sifax. Roepnamen zijn in onze cultuur gewoonlijk. Iemand die bloemen verkoopt, wordt al gauw Wonwa genoemd. Degene van de bloemen. Ik had, mijn oma heeft een dorpsgenoot. Die noemt me Woodkenint. Die van de snottenbel. En mij noemen ze wel eens Bushankook. Die van de krullen. Bushankook. Zulke roepnamen worden ook nog steeds hier in Nederland gebruikt, maar ze zijn niet echt fmezigd, want de jongeren spreken het amper. Bijvoorbeeld, woeboom, die is lang. Woespijker, die is gierig.
Bouhaas, die is snel. Woestrijder, dat is iemand die goed zijn best doet of haar best doet. Dat heeft niks te maken met jihad of zo trouwens. Ik heet Tomer Pawlitski. Ik ben vernoemd naar een goede vriend van mijn ouders, Sławek. Die als Poolse Jood naar Israël is gevlucht en daar zichzelf de naam Tomer heeft gegeven. Dat was in die tijd een populaire voornaam in Israël. Mijn opa kwam ook uit Polen en had daar een Jiddische achternaam, Koffler. Maar van de communisten moest hij er afstand van doen, want zij wilden geen Joodse elementen in hun partij destijds. Mijn opa vocht in de Tweede Wereldoorlog mee met de communisten tegen de nazi's. En in 1968 is hij met 30.000 andere Joden alsnog uit Polen weggepest. Mijn opa, mijn oma en mijn vader zijn toen naar Israël gevlucht. Ik ben daar ook geboren. In Polen en in de hele wereld natuurlijk hebben Joden vaak hun naam moeten veranderen onder dwang of voor hun eigen veiligheid. Maar door de eeuwen heen hebben zij meestal voor alles een traditionele naam gekregen. Meestal in het Hebreeuws. Meisjes krijgen zo'n naam direct bij hun geboorte. Maar een pasgeboren jongetje heeft de eerste week van zijn leven geen naam. Op de 8e dag wordt hij besneden en pas dan krijgt hij een naam. Meestal iets uit het Oude Testament. Plus zoon van vader en zoon van vaders vader. Tot 3 generaties terug. Jonathan ben Aaron ben David ben Aaron. Balacha ketuv shematan shem leyeled yachol lashpia al ufiyo. Bemishpachot mesurtiyot, ההורים לפעמים פונים אל רב שמתעסק במיסטיקה, בקבלה, כדי להתייעץ איתו עם השם מתאים לילדם. ההלכה מתעסקת ללא סוף עם הכוח של שמות. את השם של אלוהים אסור לבטח במפורש, אבל יכולים לקחת אות מהשם של אלוהים ולשבץ אותה בשם של הילד, וככה השם הזה נעלה. למשל, יכולים לבטח את השם יונתן כמו יונתן, או כמו יהונתן. ההי הופכת אותו לבן אדם יותר נעלה. בשם העברי של הילד משתמשים בטקסי בר מצווה ובחופה, אבל לא בהכרח זה השם שנרשם במרשמת התושבים. בהולנד מספרים שבזמן שנפוליון הכניס את הקוד סיביל, הכריחו את האנשים להירשם בתור תושבים, ומתוך התנגדות אנשים בחרו שמות מוזרים. נאקט גבורה, סלאפדל. זה קצת מיתוס. רוב השמות האלה היו כבר קיימים בתור כינויים. רוב האנשים בחרו שם משעמם. דה פריש, דה יום, פדק. ב-1811 היחידים שהיו צריכים לבחור שם חדש היו היהודים ההולנדים. בפעם הראשונה הם היו צריכים להירשם במרשם השמות האזרחיים. בזמן הזה היה שם לחוץ לקהילה ובתוך הקהילה. באותו זמן 10% מאוכלוסיית אמסטרדם היו יהודים. בעיר הייתה תרבות מקבילה של אנשים עניים וחסרי השכלה שלפעמים גם לא שלטו בשפה ההולנדית, אלא רק יידיש. הרבה מהשמות שנרשמו היו שמות פשוטים, שתיארו את העבודה של ראש המשפחה. Visschoonmaker, vleeshouwer, groenteman, ossendrijver. Gam nirshemu shemot beportugezit. Querido ve Pereira. Me'achar ve'bezman hazeh haya asur ledaber yiddish, ve'bigel hazeh harbe shemot mishpacha beyiddish lo nirshemu ba'amsterdam. Kamuvan shebemeshech hazman zohu hashemot ha'elu keshemot yehudiyim tipusim. במלחמת העולם השנייה, היהודים השתמשו בשמות הולנדיים טיפוסיים יותר. דה פריש, דה יום, פן דייק. דה פורנאמה אוק. מיין בוורפראו היר אין אמסטרדם, heeft als peuter ondergedoken gezeten en ze noemt zichzelf nog altijd Jantje. Ze vertelde me iets bijzonders laatst. Ze sprak een meisje dat Levi van haar voornaam heette. En daar schrok ze dus heel erg van. Zo van,
Ja, wat doe je zo'n kind aan als het niet Joods is? Maar in de top 10 populairste jongensnamen van dit moment staan Noah, Levi en Sam. Dat zijn Joodse namen. Die zijn toch gewoon Engels? Ik ben begin jaren 70. Heb ik altijd in het basisonderwijs gezeten. En vlak voor mijn pensioen ben ik 3 dagen per week op een basisschool in Almere gaan werken. En 2 dagen op een elitaire school in Amsterdam. En daar had ik veel kinderen die Noah en Levi heten. Ja, niet omdat ze Joods waren hoor. Maar omdat hun ouders ze Joodse voornamen gaven omdat dat in de mode was bij welgestelde ouders. In Almere heten de kinderen gewoon Singita en Jacquina. En inmiddels zullen er ook in Almere wel Levi's zijn ondertussen. Want naamtrends schuiven altijd op. Inmiddels zijn er wel zo'n 500.000 voornamen in Nederland. Op de hele school in Almere zaten er toen nog geen 2 kinderen die dezelfde voornaam hadden. Daar zaten vaak missers bij. Een jongetje dat Djihad heette, of een meisje die Toetje heette. Ja, en toen ik in de jaren 60 nog in Suriname woonde, heette mijn vriendinnen gewoon Astrid en Karin of Yvonne. En dat waren de premoderne namen, die hadden ze ook in Nederland. Daarna kwamen de Engelse namen bij ons. Dwight en Irwin. En dat kwam natuurlijk uit, dat kwam uit Hollywoodfilms. En ook uit de American, Afro-American Globalization. Dat kwam toen net op. Daarna kwam er een trend van namen die steeds ingewikkelder werden. Toen ik voor het eerst een Marciano in de klas kreeg in Almere, toen dacht ik nog, interessant. Waar zou dat nou vandaan komen? Maar toen had ik er ineens 4. 4. Maar net allemaal anders. Marcinino. Marcellillo. Marciano. Oh, Marciano. Lettergrepen van namen van familieleden of van mensen die je lief vindt. En voortvoegsels, achtervoegsels, apostrofen. De lady. Of bronz. Bierbronz. Knutselnamen noem ik dat. Nou, knutselen is natuurlijk van alle tijden. In de jaren 70 had je hier in Nederland zo'n truttige trend dat ze overal Ina achter zetten. Nicoline, Jantine. En in de Arabische landen deden ze dat al met die knutselnamen vanaf het begin van de mensheid. Zoals Ahmed en nog wat, Ahmed Aziz en Ahmed Amin. Maar er zit een specifiek soort emancipatie
in dit soort namen die verzonnen worden met een achtergrond. Ze zijn lang en ze zijn meertalig. Want met Marciano zeg je eigenlijk, ik mag eindelijk kiezen, dan zal je het weten. Oh, mijn kind is anders. Net anders. Want de ouders van deze kinderen, die verzinnen zo'n naam en die zijn er dan heel fel op dat je het goed uitspreekt. Hè? En je mag het nooit afkorten. Intussen zie je dat ook bij Hindoestaans-Surinaamse ouders. Die waren gewend om hun kinderen een naam te geven voor thuis, een Hindoestaanse naam, en een naam voor buiten, een Nederlandse naam. Ik heb een vriendin en die heet Raja. Maar die laat zich in Nederland Vera noemen. Kleinkinderen heten Sudarshana en Viridiana. Beetje namen die zelfs Hindoestaanse mensen niet eens kunnen zeggen zonder moeite. Really? Sudarshana. Oeh. The Hindu nationalists in India would be delighted to hear of this return to authenticity, no? Oh, maar ik vind het een prachtige namen. Maar ze zijn gewoon topzwaar. I work as a pronunciation researcher, really. That's like an existing job in most of the major media franchises in the world, at least everywhere where they have to say the news out loud. So this company that I work for example, it produces the audio version of a weekly news magazine, which has a readership of almost 1 million people worldwide. And the audio version is produced like on one day in the week, on one very long day. The articles start coming in like around 7 in the morning, and there are 8 voiceover artists working in shifts to read them all out, right? And my job is to scan every single article for words that might be difficult to pronounce. So there I am, hooked onto my computer, headphones on, and then I start going through these things. And I start with the ones that I know first. Most of them are names. Yeah. For example, a new kind of spider was discovered recently. Okay, and its name had like 14 syllables in it. Seriously, I don't think it was ever meant to be spoken out loud, you know. But I had to go through like every potential video clip online, hoping to find someone who says the whole name out loud. Or another recent example, there was this middle name that was like a proper Zulu or Swahili name. It was very long, and I found like one video clip where someone actually says the name out loud. The South African consulate didn't bother picking up the phone. Because I do that very often. I just call people up, you know, especially if there's an English-American name, for example, Feinstein or Feinstein. Now, it's German language, but it's been anglicized, and so it's up to the families to pronounce it the way they want to, right? So very often, if it's a professor or a businessman or something, I just look up their work phone number and then I call. And because I know that, let's say in American time, they're not going to be in the office at the time that I'm calling, I just hope that they've left a greeting on their voicemail where they actually say the name, you know, like, "Hi, you've reached Ronald Feinstein." Yeah.
Yeah, it's... Then I just hang up. I'd say the general job requirement is just to know as many languages as possible, because the more you know, the less you have to guess, right? In theory, that is, because, well, there's always, for example, in an article, I underline the word Muhammad. Yeah, now I know a little bit of Arabic, so I know that it's pronounced Muhammad. Yeah, but this article is about DJ Mohammed, and he does not call himself Muhammad. You know, so it's not about how it should be. Very often it's about how a person likes to call himself or herself, or how a lot of other people would say the word. DJ Mohammed. Yeah, well, what's, do you know what's really frustrating is like when you have the CEO of some self-driving car startup with a name like Jeff Bezos or whatever, yeah? You know how these people always have these really cool, ambiguous names that can be pronounced in 100 different ways? Then it's part of my job to troll through hundreds of corporate videos. But then the trend nowadays is a lot of inspiring music, a cool logo that punches in at the end, and nobody bloody speaks, you know? And I'm like, hello, what's your goddamn name? Seriously. Oh, I guess that's where, you know, my knowledge of languages kind of comes in. I mean, I have English, Hindi, French, Italian, German, some Japanese, and then Malayalam. It's a South Indian language, which I inherited from my grandparents. And I don't really speak Arabic, but I recognize enough, you know, from having grown up in Dubai. I don't know. I just have this ability to recognize syllables in a language that I don't know. And I can even watch a video in a foreign language and I actually recognize which words are names. Like, yeah. I find it quite interesting that they hire me for an entire day just to make sure that they get the sounds right. But I mean, if they anglicized everything, too many people would complain. We had that recently. A lot of people complained that we mispronounce all the Korean names. And of course, the Dutch complain always that we mispronounce Geert Wilders. Yeah, sure, of course. How difficult can it be to pronounce? I'm trying to, I don't know. I mean, like the most experienced voice artists, you know, they work for the BBC or for Reuters, you know, something like that. And a lot of the time they've actually already pronounced the more difficult names because it's the same names that reappear in the news cycles, like Benjamin Netanyahu or Rodrigo Duterte. And it's almost as if, I don't know, whoever gets to pronounce it first gets to decide. Yeah, I'm trying to think of this this recent example, the South African middle name. Hang on, I actually texted somebody in South Africa about it. Jacob Zuma, of course, it was Jacob Zuma. Now this is his middle name. Okay, it goes G E D L E Y I H L E K I S A. Gedlehile Kisa. Yeah. Russian names are really, I really dread Russian names. They are very difficult to find, and even after you find them in Cyrillic and enter them into YouTube, you know, you have to listen to a lot of Russian videos and find out which word is the name. Yeah. Polish names too, by the way. Kowalczyk. Przybyszewski. 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 Ik ken dat probleem, meneer. Ja? Ja. Ik ben beëdigdolk Arabisch-Nederlands voor bijna 11 dialecten. Soedanees, Palestijns, Jordaans, Irakees, Syrisch, Egyptisch, noem maar op. En de eerste les bij de tolkenopleiding is, je moet namen nooit vertalen.
die moet je laten zoals ze zijn. Bij verhoren bij de politie en de IND. Nou ja, sorry. Het is eigenlijk net als bij een adres. Als ik een brief verstuur en ik vertaal de straatnaam, komt die brief nooit aan. En wou ik net zeggen, bij verhoren van politie of de IND wordt altijd de personalia doorgenomen. Dan moet iemand zijn gegevens zeggen en die worden dan in het systeem ingevoerd zoals ze worden gezegd. En het is de taak van de tolk om die naam goed te spellen. Zodat die persoon papieren in handen krijgt met de juiste naam. Maar ja, doordat wij eigenlijk dat altijd telefonisch doen, via de telefoon, is dat eigenlijk bijna niet te doen. Fika man, mashakel tania. Via tariqat al-kitaba. يعني مثلا واحد اسمه محمد محمد ممكن تكتبه بأكثر من طريقة ممكن تكتبه بأم واحدة بأمين في النهاية بأي داي أو بأ داي الناس يقولوا لك ما مشكلة أكتب أي حاجة لكن نفترض إنه محمد نفسه عنده أولاد وعملوا لهم مقابلة بمترجم تاني والمترجم كتب الاسم بطريقة تانية هتكون في مشاكل في لم الشمل يمكن الناس تشوف الحاجة دي غريبة لكن للأسف بتحصل كتير ليه؟ لأنه ما بيكون في استماع كويس زايد إنه في موظفين بيكونوا مستعجلين فما بيتهدوا للأسف Ik ga ook op missie voor Frontex. Ik heb gewerkt op Sicilië en in Turkse en Griekse vluchtelingenkampen. En daar zijn die mensen bijna nooit gedocumenteerd of ze hebben geen papieren. Dus de gegevens kunnen niet worden overgenomen van een paspoort of een ID-kaart. En dat leidt tot dezelfde probleem. Wij werken daar met verschillende collega's van verschillende Europese landen. En in de Arabische wereld is er een verschil tussen de Engelse en de Frans schrijfwijze. Dat bestaat al vanaf de koloniale tijd. Nou, de naam in het Engels Hicham, is het in het Frans Hicham. Khalid en Khalid. Heba en Hiba. En dat leidt weer tot de andere valkuilen. Inte kamutarjim... ما بتكون إنسان، أنت عبارة عن آلة أو أداة للتواصل. بترجم بلفظ الأنا. صعب جداً إنك تكون بتسمع حاجات غلط وتفضل محايد. في بعض الأحيان ممكن أعمل ملاحظة لذيذة أقول مثلاً اسم حلو جميلة يعني موي. فده بلطف جو المقابلة. Hoe spellen jullie eigenlijk namen uit bij Frontex? A van Amsterdam, B van Baltimore. Ja, en in Nederland gebruiken wij mannennamen. Anton, Bernard, Cornelis. In Duitsland gebruiken ze nog steeds de methode uit de jaren 30. De nazi's hadden het spelalfabet gegermaniseerd. Dus de D van David werd de D van Dora. De S van Samuel, de S van Siegfried. En in Nederland de S van Simon. I had in Germany since 2015, a lot of people, babies were given the name Angela or Merkel or Angela Merkel.
I guess parents were really grateful to have been admitted into the country, and they wanted to give credit to the chancellor. So I've actually heard of an Angela Merkel Avolovo. There's an Angela Merkel Al-Hamza. There's an Angela Merkel Mohammed. There's even a Christ Merkel or Christ Merkel. In the case of Angela Merkel Avolovo, I read somewhere that the employee in the registry office initially declined this name, telling the parents that the chancellor didn't quite appreciate this kind of name giving. I heard that in Limburg there's this child named Willem-Alexander Keimels. He's 1 year old, and when his parents came to the Netherlands, they thought it was a good idea to thank the nation by naming their child after the king. Je suis née au Congo en 1982, à l'époque de Mobutu. Et Mobutu, c'était l'indépendance économique, politique, culturelle, la fierté d'être Zaïrois. Fini l'usage du français, la langue des colonisateurs belges, plus de prénoms francophones, plus de catholicisme d'abord, la religion du colonisateur, et plus de prénoms francophones ou catholiques. Ainsi, en 1967, il a introduit la politique de retour à l'authenticité et il a changé son propre nom, Joseph Désiré Mobutu, en Mobutu Sese Seko Nkuku Mbendu Wasabanga. Et dès lors, tout le monde était obligé de porter un nom authentiquement congolais. Et les prénoms francophones n'ont pas été traduits vers une des langues du Congo, ils ont tout simplement disparu de tous les documents officiels. Et tout le monde avait l'obligation de porter un post-nom qui s'inscrivait juste après l'ancien nom de famille. Et oui, après tout ça, parce que cette structure du prénom suivi du nom de famille était une structure coloniale en soi, les missionnaires avaient cette idée, nous allons baptiser ces gens, nous allons leur donner un prénom suivi d'un nom de famille, et celui-ci sera le nom du père et les femmes porteront le nom de leur mari. Mais dans le contexte original de l'Afrique, les noms ne se transmettaient pas forcément de cette manière. Les parents ne pouvaient donner qu'un seul nom à leurs enfants. Et au sein d'une même fratrie, on ne pouvait parfois trouver aucun nom en commun. Donc en fait, cette structure de post-nom est un moyen de subversion du système colonial. Voilà. Et donc, je suis née à l'époque de l'authenticité. Mon nom de famille est Vodi Kulwa Kidi et mon post-nom est Kiabelo. Et mes parents voulaient quand même me donner un prénom, même s'ils ne pouvaient pas l'enregistrer, ils ont choisi Marie-France. Vous voyez, mon grand-père était très francophile, même s'il n'a jamais eu l'occasion de voyager en Europe. Et il a appelé son fils Maurice Vodikulu Akidi. Et Maurice, mon père, véritable amoureux de la langue française, a mis un point d'honneur à nous transmettre les us et coutumes franco-belges. Et voilà pourquoi ils ont choisi Marie-France. Et mon père a rajouté un W à notre nom de famille pour qu'il soit plus facile à prononcer en français, Vodi Kulwa Kili. Et donc mon père a eu l'opportunité de travailler pour une société d'extraction minière en Belgique et de ce fait toute la famille a déménagé là-bas. Et j'ai grandi en Belgique sans prénom. Mais la société belge n'était pas forcément préparée à ça, parce qu'il faut donner son nom dans beaucoup de lieux, à l'école, au travail, lorsqu'on achète quelque chose en ligne. Et donc, par exemple, sur mon passeport, à la case prénom, il n'y a rien, il n'y a juste rien. Sur ma carte de banque, il y a un X. Et sur, il y a FNU. First name unknown ou first name unavailable. Donc, oui, c'est pas facile. Et donc, à l'aéroport, on m'arrête souvent, on me questionne, on me fouille.
Est-ce parce que je préfère porter des trainings pour les vols longue distance ou parce que je suis une femme de couleur qui voyage seule et change souvent de coiffure, ou est-ce en raison de l'absence de prénom? Beaucoup de Congolais nés avant 1997 comme moi ont le même problème. Une amie congolaise me dira qu'elle n'ajouterait pas de prénom à son nom, même si c'était possible. Je suis née avec ce nom, pourquoi devrais-je y adjoindre un prénom? Bah, oui, c'est une forme de résistance coloniale en soi, hein, n'est-ce pas? Garder ce nom est une manière de raconter l'histoire de la colonisation un peu à la manière de notre homonyme X, Malcolm X. Pour lui, le X marquait le nom de ses ancêtres qui avaient été réduits en esclavage et transportés vers l'Amérique. Le X indiquait le lieu d'où il venait, il marquait une absence. Entre-temps, au Congo d'ailleurs, sur les passeports, on retrouve nom de famille, post-nom et à nouveau prénom. Mobutu est parti depuis 1997 et les Congolais ont à nouveau des prénoms francophones. Mais les parents de la plus jeune génération donnent de plus en plus des noms à consonance congolaise à leurs enfants comme Elicha ou Nzinga. Donc il y a comme une sorte de... L'authenticité est de retour, on peut dire. Il y a comme une sorte de renaissance identitaire. Les Africains d'aujourd'hui sont fiers de leur pays, fiers de leur culture et fiers de la richesse du continent africain. À la fin du 19e siècle, les enfants juifs ici recevaient des noms français à signe d'émancipation, surtout dans les familles socialistes et surtout chez les filles. Mon ami d'Amsterdam a eu de grand-mère s'appelait Jeannette et l'autre s'appelait Henriette. There's also it's the way of the patriarchy. A male name and a female name, they don't have the same status. Meri maa, mere pita ko kabhi bhi unke pehle naam se nahi pukarti hai. पता है मेरी माँ मेरे पिता को कैसे बुलाती है? आकाश के पिता, आकाश इज फादर. वो उन्हें अपने नाम से नहीं पुकारते हैं क्योंकि उनके ये अधिकार नहीं है, अधिकार प्राप्त नहीं है. लेकिन उसी वक्त मेरे पिता जो है मेरी माँ को हर वक्त अपने नाम से बुलाते हैं. और फिर कई संस्कृतियों में घर के बड़े बच्चे के नाम से उसके माता पिता को संबोधित किया जाता है. आपको आकाश के माँ या आकाश के पिता बुलाया जाएगा. और बेशक बड़े बच्चे के नाम से अपने माता पिता को संबोधित करने से माता पिता का तो सम्मान ही होता है, लेकिन इससे आपका व्यक्तित्वहीन होता है. और फिर भारत में तो महिलाओं का परिवार में कोई खास स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं. विवाह के प्रमाण पत्रों में महिला का पहला नाम जो है लिखा जा सकता है, लेकिन उसके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्रों में केवल पिता का पहला नाम लिखा जाता है. हाँ, और उन स्थानों पर भी जहाँ महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाता है, लोगों को महिलाओं के कुल नाम की कोई जानकारी नहीं है. नहीं, इस तरह से मूल रूप से आपका परिवार का आधा वंश वृक्ष जो है ना अवरुद्ध हो जाता है. अब तुम आप रोजाना के कार्यों में व्यस्त होते रहते हैं, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन आप अपनी माँ अपनी दादी का पूरा नाम भूल जाते हैं. हाउ कैन यू बी सो डिस्कनेक्टेड?
I will never change my name when I marry. All my life, I've worked very hard for everybody to say this. Vodikiluakidi. It's just vowels and consonants. It's Vodi, then Kilua, then Kidi. It's easy. Even at school, I made all my friends say this name. And I'm still very assertive about it. Even to my doctor, I will say, nope, you're not saying it properly. Try again. I'm not just gonna, to be able to pronounce my name is a sign of respect. I'm not just gonna drop my name for a Van der Velde, Van der Heide, Everage, Verstraten, Van Damme. In Sudan heeft iedereen een lijst met namen. Ik was Hala, Ahmed, Humida, El-Amin, Ahmed. Nou, bij het boeken van een vliegticket was echt een drama. Wij gingen in Nederland naturaliseren. En toen moest ik een achternaam voor mezelf gaan bedenken. Ik heb toen gekozen voor Hala Humida. Dat klinkt mooi. En it's easy to pronounce, right? Hala Humida. I'm really sorry for people whose names are being mispronounced by everybody except their parents, but you know, when I pronounce something wrong, I don't mean to be offensive. I also have a different accent when I speak a different language, and that's just fine. When naming a child, you have to think about it really carefully, because the whole society will determine who that person becomes, and a name also plays part in that. I've been checking my friends, and they all try to stay neutral, to pick a name that you can easily blend in with. They used to go more for classical names, like Linda, Mark, Suzanne, but now they go more for Puk or Pip. Geen taal aan vast te knopen. Totally languageless. But the letter combination works in English. My Turkish friends even skip names with diacritics in. So, bye-bye Özgür. And they write Erkan instead of Erjan, because people pronounce it like that anyhow. You know, of course, it's sad that after 6 decades of Turkish migration, the Dutch still don't know how to pronounce certain letters, but you have to be realistic. And there are such lovely Moroccan names like Yasmin, Nadia, Jada, Nora, Lara. They make integration so much easier. No, I really love Amira. That's almost a Latina name. It's so pretty. But you know, who will get the best mark for the same school paper, right? Lara or Amira? These days, many people somehow associate all Arabic words with Islam, a religion that isn't perceived in a very positive way at the moment. So. Ja, mijn vader was een van de gedupeerden van het toeslagenschandaal. We kunnen nu wel met zekerheid stellen dat hij door het algoritme van de Belastingdienst als fraudeur is aangemerkt door de naam Pavlitsky. Gisteren las ik weer zo'n artikel over andere gedupeerden en die heette dan. Hier, wacht, let op. Jacqueline Massop, Nazmiye Yigit Karaduman, Michelle Broens, Duygu Akçay, Linda Renkli, Esma Bukdaichi, Lothar Richelieu, Gnelva Hendrisson. Ik heb er wel eens over nagedacht om gewoon voor history's sake mijn naam terug te veranderen naar Koffler. Maar goed, dan kom je nog steeds niet om dat algoritme mee. En heel lang heb ik nagedacht, zal ik iets doen met de naam Pavlitsky? Misschien moet ik het veranderen in Paul. Maar ja, dat klinkt dan weer te veel als Paul. Of Paul, als in
Tomer, Paul. Nou, probeer het eens online uit anders. Tom, Paul misschien? Klinkt heel internationaal. You know, last year I was changing my name a few times on Facebook. Yeah? And then Facebook said, stop passport, give us proof of your name. Yeah, well, they just want to check if you're a real person. You can only change your name every couple of months and it has to be a real name that exists in real life. Yeah, right. But then Facebook doesn't accept my real name. No, Facebook doesn't recognize Akash as a real name. Yeah, I'm really sorry to hear that, but, you know, they just try to avoid the scams or anonymous trolling. Ah, I see. So, you know, it's basically saying that I'm being denied access for my own safety. Well, yeah. Yeah. Doxing is a serious problem. If you have an anonymous username or an obscure gamer tag, people can threaten to place your real name online. And by the way, my own name is Josje with two J's, but in Facebook I write Josje with a Y and SH. Yeah, I have friends from all over the world, so I think it's okay to adapt your name to a more neutral pronunciation. Yeah, ik zit ook met die voorletter J. Ik heet Jip en in het Engels zeggen mensen dan Jip. Ik heb niet zoveel contact meer met mijn eigen ouders, maar ik heb wel goede vrienden die een beetje als ouders voelen. En ik heb hen gevraagd om een tweede naam voor mij te bedenken met een Engelse klank. Daar zijn ze nog over aan het nadenken. Jip is mijn zelfgekozen naam. Sinds ik me identificeer als non-binair, gebruik ik als aanspreekvorm die dienst en ook een andere naam. Ik wilde niet zo'n suffe zogenaamde unisex naam, zoals Jamie of Noah. Dus toen kwam ik uit bij Jip. Dat heeft iets vrolijks, iets springerigs, dat goed past bij wie ik ben. Of bij hoe ik mezelf zie. Als je je naam verandert, krijg je direct een heleboel vragen waar je niet echt op zit te wachten. Mensen willen de hele tijd weten of ik nu in transitie ga naar man. Want de associatie met Jip lijkt iets meer naar het mannelijke dan het vrouwelijke te gaan. Eerst heb ik met mijn partner de naam Jip uitgeprobeerd. En later met een groepje vrienden. En ik heb ook een paar keer online een pakketje besteld met die naam. En toen was ik er wel klaar voor. En heb ik alles in één dag aangepast. Mijn verjaardag. Want ik dacht, wie me echt een cadeau wil geven, spreek me van vandaag aan met Jip. En dat heb ik zo op social media geplaatst. Ik weet nog de eerste keer dat iemand me aansprak met Jip. Dat ik echt dacht, yes! En elke keer als iemand dat niet deed, dat ik heel teleurgesteld was. Ja, ik ga niemand cancelen of zo, maar het is wel een soort filter geworden in mijn sociale leven. Jip of geen Jip. Het is nog wel een enorme stap om mijn naam officieel te maken. Je kunt je voornaam en je geslachtsaanduiding in de basisregistratie personen gratis wijzigen als je een verklaring hebt van een deskundige. Je hoeft godzijdank sinds een paar jaar geen geslachtsaanpassende behandeling meer te ondergaan. Maar de keuze is nog wel beperkt tot man of vrouw. Als je als non-binair persoon je naam wilt aanpassen, betaal je de volle MEP. En als je een X in je paspoort wil, in plaats van een M of V, moet je naar de rechter. En automatisch worden ook je ouders op de hoogte gesteld als je je naam verandert. Dus dat vind ik nog wel even een ding. Plus je kan er een aantal landen echt niet meer in, hè? En niet dat ik dan überhaupt heel veel zin heb om daarheen te gaan. En ik vraag me ook steeds meer af, wie is nou eigenlijk de baas over mijn naam? Stel dat ik naar de rechter ga om mijn BRP te veranderen. Legitimeer ik dan niet juist het systeem dat mij nog steeds in een mannen- of vrouwenhokje wil stoppen? De dove gemeenschap is wat dat betreft een voorbeeld voor mij. Ik werk met auditief beperkte kinderen en daar gebruik ik Nederlands met gebaren. Dat is anders dan gebarentaal, want ik ondersteun mijn spreektaal met gebaren. Van een collega heb ik een paar jaar geleden
een naamgebaar gekregen. Er is niet één naamgebaar voor bijvoorbeeld iedere Josje. Maar het is voor iedereen speciaal bedacht door iemand uit de eigen omgeving. Het is een ongeschreven regel in de dovenwereld dat je je naamgebaar nooit zelf bedenkt en dat je er niet om vraagt. Ik voelde me vereerd, want ik kreeg een naamgebaar dat echt bij me paste. Je gebaar kan een vertaling zijn als je bijvoorbeeld Roos heet of Felix, want dat betekent gelukkig. Het kan verwijzen naar een eigenschap, strijder of een tik. Of iets in je uiterlijk, zoals kuiltjes in je wangen of krullen. Toen ik mijn naam naar Jip veranderde, is ook mijn naamgebaar aangepast. Ik ben nu Jip. Eerst een J in vingerspelling en dan de kuif. Bekende mensen hebben vaak ook een naamgebaar zonder dat ze er zelf van weten. Het naamgebaar van Rutte is afgeleid van dat van Roest. Het komt omdat het mondbeeld van Roest lijkt op dat van Rutte. En veel andere mensen hebben daar inmiddels nog verdere ideeën bij. Een beetje roest, een beetje viezig. En dat heen en weer bewegen, ja, dat kan iets met die vaagheid van die man te maken hebben. Maar goed, gebarentaal is echt een minderheidstaal die in Nederland tot in de jaren 80 is onderdrukt. Kinderen moesten leren liplezen en spreken en gebaren was verboden op school. Pas een half jaar geleden is Nederlandse gebarentaal erkend als moedertaal. En toch staat het formaliseren van naamgebaren niet op de wensenlijst van de dovengemeenschap. Zonde. Nou ja, kijk, een naamgebaar is een toevoeging. Iets van de eigen cultuur. Je kunt ze sowieso niet vertalen zo van diegene die dwangmatig met zijn hand onder zijn neus schrijft. Dus ja, er hoeft ook geen register van te bestaan. When I was a student, I worked in a restaurant and they made us wear a name tag. And there's something very humiliating about wearing a name tag. So I told them, give me a tag with the name Else or whatever, something anonymous. And then my boss told me, no, because if there's a fire, people need to be able to identify you. So it's for your own safety. Alsof zo'n stukje plastic niet direct verbrandt. Yeah, for any administration, the only thing that really matters is that you can be traced. And for that, we might as well use a number instead of a name, right? I know there's a taboo about that. But then we could use a different name in a different place and there will be less discrimination. I won't mind it myself anyhow. I mean, I already have my burger service number. 9 random numbers picked by an algorithm. And the last 2 numbers of my BSN number are 47, which is the year of birth of both of my parents. So I have to admit, I sometimes wonder, do these numbers hold information that we don't know about? Should not be so paranoid, right? Oh, yeah. U hebt kennis van de geschiedenis van de transatlantische slavenhandel. Excuse me. Oh, sorry. In mijn lijf zit nog de juf. En daarom wil ik het nu over nummers hebben. Toen in de 16e eeuw in West-Afrika Afrikanen tot slaaf gemaakt werden, toen hadden ze hun eigen namen en hun eigen taal. Maar daar werd nooit naar gevraagd. En de handelaren zagen ze als objecten, dus kregen ze nummers. Staat nog steeds in de boeken. Een latere koper ging dan op een gegeven moment toch benoemen.
En vooral de mannen kregen dan hele absurde namen. Vernederende namen zelfs. Zoals de dagen van de week. Of objecten. Of... ja. Pijn. Het ergste was dat iedere baby die op een plantage werd geboren, dezelfde manier werd benoemd. Eén woord. Naidi Nayari, 1863. Srafting Keba. Voor mij. Morreliki 35. Dusu Libisma. Conchisi Borgu. Fu Akondri. Ala den Borgu. Bemusu Fuchisiman Bakanin. Et e Wanesi. Pratining, disi don, ambiji pratining, bikasi, na den basi bemusu fuji, den nu borgo, den bakane. Des madici savroko fudu disi biji broko, ne karens refi. Waka membre fu a Nederlandse verificatiecommissie. Na in die toemunting. Morelijke doosu, doosu. Nu neem chisi praxeer. En nu ben je zo dat die de neem ben dikke ba? No, no. Alla de nen bemusu fude trafasi. Masuma na wan famiri, et is a sref bakane. Atrasa ni bende, dat i de nen bemusu fude wetman. Ben kalesi, nanga skrifi, zonder moeite. If you this thing, be moest doen na biji broko disi kwet kweti, uno be manwe. Zonder computer. Something. Debe bongro, bongro. Nanga den wortu. Nanga den neng. Ebe du yara. Kom ge yuwa eksempel. Jiden bijim. Jiden nu borgu neng. Den jiden a neng fa basi fu a plantage. Nen leki. Desi. Tron. Eset. Fortuin. Controng Tuinfort, Wilkens, controng Kensmil, naga Densmil, na Kensi. Is ontende be fritti fritti naga den combinatie dat de bijis manengleki kugeldans en wijntuin. Full word. Na zo'n plantatie, zo'n dembasi beji densma, neem voor meti of die pransoen. Ano mooie, hè? Dat die teti de, een grand, grand, grand ching,
Echari de srefining. My sabi, not a minis my dear. No one changed the name. Nothing. That unsma begin praxeri na any sort tongo de one de name change. Na any bakrakondre tongo. Na ini Ganesh tongo, una ini Sranam tongo. Toch zit er nu iets aan te komen. Maar goed. Moet mezelf zo noemen. Hoe zou ik mezelf noemen? Maastrijder. Zeg tegen bijna een X. Woraken. Die van het geheugen. Ah, Membreuma. Wat is uw naam eigenlijk? Meisje. Mining na taal. Mine, na neng, di den bidisma, di mi, fuchari.